Een kankerregister heeft heel wat taken, maar in de eerste plaats moet een kankerregister alle gegevens verzamelen over de nieuwe diagnoses van kanker in België. En wij doen daarvoor beroep op de ziekenhuizen en de anatomopathologen. En wij stellen de gegevens in kaart, per type van kanker, per geslacht, per leeftijdsvorm, zodat het algemene publiek ook inzicht krijgt op het probleem van kanker. De belangrijkste gegevens die wij verzamelen zijn eerst en vooral voor het beschrijven van de frequentie, het aantal nieuwe diagnoses van kanker in België. Maar we volgen ook op hoe de evolutie is in de loop van de tijd. Of we gaan zelfs voorspellingen maken voor de toekomst. We kijken daarbij ook naar van hoe goed de prognose is voor de patiënten. Met andere woorden, hoe overleven de patiënten met kanker ten gevolge van kanker. Wie doet er beroep op de cijfers van het kankerregister? Eerst en vooral de artsen die duidelijk een beeld wilden op het probleem van kanker in België. Een tweede grote groep is de overheid die natuurlijk deze informatie als beleidsinformatie wil aanwenden voor preventie en voor behandeling van kanker. Een derde grote groep zijn de onderzoekers die aan de slag willen met het materiaal en hun onderzoek willen baseren op niveau van de cijfers van het kankerregister. En ook het algemene publiek wenst op de hoogte te gehouden te worden van deze resultaten. Het kankerregister neemt deel aan verschillende vormen van onderzoek. Een van de belangrijke onderwerpen die we de laatste maanden en jaren aan het ontwikkelen zijn, is onze bijdrage in de evaluatie van de kwaliteit van zorg, waar artsen betere inzage willen krijgen op de resultaten van de verschillende processen bij de diagnose en de behandeling van kanker, zodat zij in staat zijn om met deze informatie ook effectief veranderingen, wijzigingen aan te brengen of bepaalde verklaringen te zoeken voor resultaten bij de behandeling van kanker. Het kankerregister neemt deel aan de preventiecampagnes in het kader van kanker. Bijvoorbeeld in het kader van baarmoederhalskankeropsporing verzamelt het kankerregister alle resultaten van de baarmoederhalskankeruitstrijkjes. Wij kijken naar de resultaten, communiceren deze met de instanties die de verdere opvolging verzorgen. We evalueren mee de kwaliteit, zodat dit ten goede komt van de resultaten van deze screening. We bieden informatie aan het algemene publiek via onze website. De resultaten worden onder vorm van publicaties en onder vorm van cijfermateriaal ter beschikking gesteld. Maar indien er nog bijkomende en bijzondere vragen zijn, dan kunnen deze gesteld worden via onze mailbox en proberen wij daar zo goed mogelijk op in te gaan. Het kankerregister werkt met zeer gevoelige gegevens en die worden dan ook volgens strikte maatregelen beschermd, zodat de identiteit van de patiënt niet vrijgegeven wordt.